tweelingen. Welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor het teken tweelingen voor december 2014. En het belangrijkste dat gebeurt voor iedereen eigenlijk in december van 2014 is dat de planeet Saturnus verandert van teken. Het shift naar het teken boogschutter. En dat is belangrijk voor de tweelingen. Waarom? Omdat dat het tegenovergestelde huis is, of het tegenovergestelde teken van tweelingen. Dus het tegenovergestelde van tweelingen is boogschutter en daar loopt Saturnus vanaf het einde van december tot 2016 eigenlijk. Dus dat is een belangrijke energie. En wat is Saturnus? Saturnus is serieus, discipline, hard werken. En wat is het zevende huis? Relaties. Niet alleen uw één-op-één relatie, uw liefdesrelatie. Het kan bijvoorbeeld ook een businesspartner zijn waar je mee werkt of je cliënten als je zelfstandige bent. Maar in ieder geval wil dit zeggen dat voor de tweeling een periode start van een testperiode als het over relaties gaat. Dat kan goed zijn en dat kan ook minder goed zijn. Afhankelijk van je eigen situatie en je eigen context. Heb je al jaren een verschrikkelijk slechte relatie, dan is de kans heel groot dat je nu een keuze gaat maken en zeggen van dat gaat niet meer. Dat is niet goed voor mij, maar ook niet goed voor de ander. Heb je bijvoorbeeld een relatief goede relatie, kan het gewoon zeggen dat je samen iets de relatie op een hoger niveau gaat brengen. Misschien ga je trouwen, of misschien ga je samen, heb je de wens voor kinderen, enzovoort. Het gaat om een commitment die je maakt met Saturnus daar. Dus heel veel meer serieuze energie omtrent relaties. Nu, het is niet allemaal serieus voor de tweeling, maar de planeten Venus en Mercurius gaan transiteren in het achtste huis van Steenbok. En het achtste huis is eigenlijk het huis van waarde die je krijgt van anderen. Misschien krijg je wel een heleboel cadeaus, dat zou niet raar zijn natuurlijk rond deze periode. Maar het achtste huis is het huis van cadeaus dat je krijgt van anderen. Of waarden die anderen jou geven. Dus veel tweelingen gaan daar ook kunnen van profiteren. En het kan ook gewoon evengoed een woordje zijn. Een woord dat omdat Mercurius de planeet van communicatie is in dat achtste huis. Dus je gaat zelf naar anderen toe je waardering tonen en ook die terugkrijgen. Dus dat is fijn voor de tweeling. Ik zou zeggen, geniet ervan, heb goede feesten jullie tweelingen en bedankt voor het kijken en tot de volgende. Dag!